Vandaag ga ik het hebben over wat als een man je negeert. Wat denkt hij, wat gaat er door zijn hoofd heen? Er kunnen een aantal situaties zijn waarin een man je negeert. En ik heb een aantal van die situaties voor je op een rijtje gezet. En per situatie gaan we af wat er door een man heen gaat op het moment dat hij je negeert. Situatie 1. Hij is boos en hij negeert je al bij wijze van wraak. Simpelweg met als doel om jou te kwetsen. Dit gebeurt. Mensen kunnen heel kinderachtig en wraakzuchtig zijn in ruzies. En als een man weet dat jij het verschrikkelijk vindt wanneer hij je negeert, wanneer hij nergens meer op reageert, dan zal je heel vaak dat doen. Als hij echt gekwetst is en echt het jou betaald wil zetten, dan gebruikt hij als bij wijze van straf. En natuurlijk denkt hij er niet letterlijk in dat soort termen over na, maar denkt hij van, ik reageer nergens meer op. Dat zal hij leren. Dan weet je in ieder geval zeker dat ik serieus ben. Nou, als dit de situatie is, dan weet je dat het zo is. En het beste wat je kan doen is simpelweg gewoon afwachten dat die boosheid weggeëpt is. En daarna weer contact met hem zoeken. Want hoe meer je contact zoekt op het moment dat hij uit dwarsigheid jou negeert, hoe meer je hem uiteindelijk zijn zin geeft. En dat is het laatste wat je wil op dat soort momenten. Situatie 2. Hij is gekwetst en hij heeft tijd nodig. Wanneer een man is gekwetst door iemand, kan hij zich een tijdje helemaal afsluiten van die persoon. Simpelweg omdat hij tijd nodig heeft om zichzelf bij elkaar te rapen. Om bij wijze van spreken zijn gedachten, zijn gevoelens, zijn emoties te kunnen hergroeperen. Wat mannen dan vaak doen, is dat ze afstand nemen van de persoon die hun kwetsen, dat ze die persoon even niet meer in de buurt willen hebben, dat ze niet geconfronteerd willen worden met die emoties en dat ze dan op een rustige manier die emoties kunnen verwerken. Dit is een simpelweg het kopingsmechanisme van mannen. Wanneer ze gekwetst zijn, is even afstand nemen van de bron waardoor ze gekwetst zijn, zodat ze tot zichzelf kunnen komen, zodat ze tot rust kunnen komen en dat ze de ruimte en tijd hebben om dat te verwerken. En mannen kiezen er heel vaak voor om emoties en gevoelens te verwerken in rust en in stilte en in hun eentje. Als dit aan de hand is, geef hem dan gewoon de tijd en de manier om zijn gekwetste gevoelens op zijn eigen manier te verwerken. Situatie nummer 3. Je kent hem nog maar net en er is iets gaande in zijn leven, waardoor hij het simpelweg even te druk heeft voor contact met jou. Dit komt vooral veel voor als je een man nog maar net kent en je bent misschien op 1-2 dates met hem geweest en op dat moment gebeurt er iets in zijn leven. Misschien is er een grote reorganisatie op zijn werk of heeft hij een groot project of misschien zit hij in een verhuizing of in een verbouwing of wat dan ook. Er is iets gaande in zijn leven, er gebeurt iets, er is een crisis en hij heeft het even heel erg druk. En op dat moment kunnen mannen heel goed fragmenteren van oké, wat is even belangrijk op dit moment? Nou, dit is het belangrijkste. Dan zet ik daar mijn tunnelvisie op en daten en vrouwen met mensen afspreken, dat komt later wel. Schuif ik nu even op de lange baan en ik reageer later wel op die vrouw, maar nu komt het maar even niet goed uit. Dit gebeurt. Niet als je in een serieuze relatie zit met iemand natuurlijk, maar wel als een man je nog maar net kent en nog niet zo heel erg belangrijk vindt. En dat betekent helemaal niet dat hij je niet leuk vindt of dat hij je nooit leuk zal vinden. Het betekent simpelweg dat hij, wie die ook had gedate op dat moment, dat hij denkt van nee, laat ik me nu eerst even focussen op de dingen die gaande zijn in mijn leven. Als je op dat moment in zo'n situatie zit, ga alsjeblieft niet op hem wachten of wat dan ook. Ga gewoon verder, kijk om je heen. Blijkbaar ben je nog niet een grotere prioriteit voor hem. En het is nooit een goed idee om mannen een prioriteit te maken als je geen prioriteit voor die man zelf bent. Situatie 4. Hij wordt op dit moment serieus met een andere vrouw. Als een man met meerdere vrouwen tegelijkertijd afspreekt of in ieder geval contact heeft en hij ontmoet iemand die hij leuk vindt en waar het misschien wel wat serieuzer mee wordt, dan kan hij op dat moment denken, oké, vergeet alle andere vrouwen maar, ik ga me eerst focussen op deze, ik ga kijken of het wat kan worden. Nou, zou een man natuurlijk heel volwassen en verstandig op dat moment tegen die andere vrouwen kunnen zeggen, hey, ik heb iemand anders ontmoet en ik wil graag daarmee kijken of het wat kan worden. En ik vind het niet eerlijk om dan met andere vrouwen te daten, dus ik wil bij deze hier het contact met jou verbreken. Ik hoop dat je dat begrijpt. Dat zou een man heel volwassen kunnen doen. Helaas doen mannen dat niet. En de reden daarvoor is soms omdat hij denkt, als hij negeert en niks zegt, dat hij misschien nog wel kans heeft om later het contact op te starten als het toch niks wordt met die ene vrouw, dat je een soort van backup ding bent. Misschien is het simpelweg omdat hij te veel gedoe heeft of misschien is hij er simpelweg niet mee bezig. Mannen zijn niet altijd even de meest vriendelijke, sociaal vernuftige, vindingrijke mensen op de planeet. Ze hebben soms de neiging om dan maar gewoon te denken, nou ja, ik negeer het volledig, ongemakkelijk gesprek, heb ik helemaal geen zin in. De vijfde situatie is,
hij is afgeknapt op je en hij heeft geen zin om je uit te leggen hoe, wat en waarom. Je kan met een man gedate hebben en er kan iets gebeurd zijn, je kan iets gezegd hebben, er kan een situatie zijn geweest. Of hij kan gewoon simpelweg denken, nee, ik voel dit niet. En hij denkt, nou, ik ben wel klaar met het contact met deze vrouw. En dan verbreekt hij het contact en dan reageert hij gewoon nergens meer op. Waarom? Het uitmaken kost veel tijd. Vaak komt er een appgesprek van een paar uur achterweg, waarin vrouwen van je eisen dat je een duidelijkheid geeft, dat je uitleg geeft. En als je dan uitleg geeft, dan vaak merk je nog weer dat iemand dan weer in discussie met hem gaat over de uitleg die je geeft. Soms kan je ook gewoon, als je volledig eerlijk bent tegen een vrouw waarom je niet met haar af wil spreken, dan vindt ze je een rotzak omdat je bot bent dat je dat zo zegt. Ja, bij wijze van spreken, sorry, de eerste keer dat ik met je naar bed ging, rook het allemaal niet zo heel fris en ik wil je niet meer zien. Nou, dan ben je een rotzak als je dat zegt. Dus moet je dan maar liegen en hij heeft ook geen zin om te liegen. En dan besluit hij maar om de hele situatie maar te vermijden en gewoon maar niks te doen. Het is een beetje laf, het is een beetje slap, maar het is wel de waarheid. En het is nu eenmaal zo dat mannen het doen. En ik zou graag willen dat ik alle mannen zou kunnen veranderen met een druk op de knop. Maar zo heb ik nog wel wat leuke plannen voor de wereld trouwens, maar ik zal jullie die plannen besparen. Maar helaas heb ik die macht niet en die kracht niet om het te doen. Dus het enige wat ik kan vertellen is dat mannen het doen. En nou ja, als je zo'n man treft, dan is het prima. Als hij toch geen interesse heeft in jou, dan heeft het ook geen zin om interesse te hebben in hem. Nou, dit waren ze. De 5 situaties waarin een man je negeert en wat er door hem heen gaat en wat hij denkt. Wil je meer weten over mannen, dating en relaties? Abonneer je dan op mijn kanaal. Ik upload wekelijks nieuwe video's met tips en adviezen over die onderwerpen. Daarnaast, als je helemaal nieuw bent en je wilt leren hoe je man zo geïnteresseerd in je maakt dat hij helemaal geobsedeerd met je raakt, dat hij constant met je bezig is en smoorverliefd op je wordt. Als je wil weten hoe je op de juiste knopjes in het mannenbrein kunt drukken, ga dan naar www.mannengeheim.nl en download het Mannengeheim. En ik zou het ook leuk vinden als je onder deze video een reactie achterlaat met iets leuks of iets aardigs of iets waar je mee zit of iets wat je wilt delen. Simpelweg vind ik het altijd leuk om te horen wie naar deze video's kijkt en wat de situaties zijn waar je mee zit en waar je wil dat ik nieuwe video's over maak. Ik zou het simpelweg gewoon leuk vinden om te horen dat je bestaat. En als je denkt, nou, reactie achterlaat is te veel moeite, kan je ook altijd nog op de vind ik leuk knop drukken. Dan weet ik in ieder geval dat je me leuk vindt. En dat is al heel wat. Ik zie je de volgende keer. Doei.